In de meer dan 20 jaar dat ik verbonden ben aan Musée en het Permeke Museum, vraagt men mij dikwijls: wat is je favoriete plekje hier in het Permeke Museum? En keer op keer, nog altijd na 20 jaar, is hetzelfde antwoord: het Schilderse Atelier in het huis. En als we hier rond ons kijken, dan is het alsof de tijd stil is blijven staan. We zien nog de oorspronkelijke terpentijnflessen, we zien de verfborsteltjes, we zien de verfpasta's, we zien de pigmenten nog liggen, we zien het kacheltje van Permeke staan en we zien ook zijn tafel waar hij dus uitzicht had op de prachtige tuin, op de Weidse weilanden en waar hij hier dag in dag uit zijn werken heeft geschilderd. Een van die werken die hier werden geschilderd is namelijk het zelfportret waarvoor we hier staan. En ik moet eerlijkheidshalve toegeven, ik maak het zeer moeilijk voor de cameraman om dit in feite op te nemen, want het is een heel donker werk, heel typisch voor Permeke. Maar we doen ons best om het goed in beeld voor jullie te brengen. Nu, de oorspronkelijke datum waarop dit werk werd gemaakt was 1928. En als je heel goed kijkt, dan kunnen we op het schilderij zelf nog twee koppen zien. We zien dus nu de kop van Permeke, maar daarnaast zien we nog contouren van het oude werk uit 1928. Maar Permeke heeft het in 1936 herschilderd, omdat hij dus waarschijnlijk niet tevreden was met het oorspronkelijke werk. Ik wil eventjes bij dat werk stilstaan, omdat dat werk een paar jaar terug, in, als ik me niet vergis, 2013, 2014, dus werd gerestaureerd door onze ploeg Behoud en Beheer in samenwerking met het KIK in Brussel. En dankzij de steun van de Koning Boudewijn Stichting en van het fonds Imbef Bayet Latour. Nu, het was een heel belangrijk onderzoek, omdat onze dienst Behoud en Beheer had vastgesteld dat de verf loskwam van het werk. En men wou wel eens weten hoe het kwam dat die verf zomaar loskwam. Maar men wou niet alleen dat weten, het was in feite ook het uitgelezen moment om dus de verf, de manier van schilderen van Permeke te gaan onderzoeken. Men heeft heel wat stalen, heel wat monsters genomen van de pigmenten en ook van de bindmiddelen die Permeke toen heeft gebruikt. Ik kan jullie natuurlijk het resultaat van heel dat onderzoek hier nu mondeling meegeven, maar dat is niet de bedoeling. Want de bedoeling is wel dat jullie straks, wanneer heel de coronatijdperk achter ons ligt, dat jullie naar het museum komen en dat jullie hier dit onderzoek van A tot Z gaan bekijken. Een ander belangrijk werk hier in het Schildersatelier en die echt wel de moeite waard is om eventjes te blijven bij stilstaan, is namelijk het werk Over Permeke. Het werk dateert uit 1922. En als we er goed naartoe kijken, ik wil eventjes onderbreken mijn uitleg, namelijk ik beweeg af en toe wel een keer hier in de ruimte. De ruimte heeft een houten vloer en dat is namelijk het lawaai die jullie dus horen in dus de opname. Maar als we terugkeren naar het werk over Permeke, dit werk dateert uit 1922. En wat zien we op dit werk? We zien hier links beneden namelijk Permeke zitten en hij zit op zijn gemak een krant te lezen. Hij is omringd door zijn dochter Beatti met het groene strikje, want heel dikwijls wordt dit werk in plaats van Over Permeke het meisje met de groene strik genoemd. Naast dus Beatti zit zijn vrouw en dan aan de andere kant zitten twee zonen toe te kijken naar hun vader. Dus dit refereert aan het feit dat Karel van de Woestijnen, dichter en kunstcriticus, enkele maanden voordien in het NRC Blad over Permeke had geschreven. En het was natuurlijk heel positief. En Permeke zit hier nu deze zaken over hemzelf dus te lezen. Een heel leuk detail in het schilderij is namelijk de figuur hier in de rechterbovenhoek. Dit zou namelijk Frits van den Bergen zijn, een kunstenaar tijdsgenoot van Constant Permeke, die dus toekijkt op dit huiselijke tafereel. Wanneer jullie straks naar het Permeke Museum komen, wil ik toch jullie aandacht nog op iets anders vestigen, namelijk op het luik
dat hier aangebracht geweest is in de houten vloer van het schildersatelier. De grote werken die Permeke in feite hier schilderde, konden niet langs de normale weg naar beneden of naar boven worden gebracht. Vandaar dat hij hier een luik heeft aangebracht en dan kon hij gemakkelijk het luik openen en de werken naar beneden ofwel naar boven brengen.